Welkom bij de Peak Performance Podcast, de podcast voor winnaars. Mijn naam is Sanne van Ik geloof erin dat jij tot nog meer in staat bent dan dat jij zelf nu denkt. In deze podcast interview ik inspirerende gasten en geef ik tips om structureel topprestaties te leveren. Hiervoor heb je een hoge energie nodig, die je met toewijding doelgericht inzet. Niet als een eendagsvlieg, maar juist keer op keer. En dat vraagt durf en lef. Wil jij met een energieboost en vol inspiratie je dag vervolgen? Blijf dan vooral verder luisteren. Tof dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering. Vandaag heb ik een hele bijzondere aflevering, staat er op de planning. Want ik moest heel veel weg voor deze podcast. Not, dus ik ben de straat uitgelopen en. Toen was ik bij Martin Maas. Martin is dirigent en pianist. Hij uh, is docent bij het Conservatorium. En nou, ja, het was sowieso op een waanzinnige plek waarin ik de podcast aan het opnemen was. Super gave vleugels stonden om ons heen. Maar ik heb eigenlijk altijd de fascinatie voor muziek. En vooral mensen die in de muziekwereld topprestaties leveren. En ik heb hier al eerder Nicoline Power geïnterviewd, zangeres die ook mede de podcast Tune heeft gemaakt. Maar ik vind het waanzinnig, en vooral als dirigent zijnde, hoe je een heel team in de juiste vibe kan zetten. Hoe je dat team mee kan krijgen. Topprestaties levert op het podium. En ik was daar gewoon heel erg nieuwsgierig naar. Van oké, okay, hoe zit dit? En hoe pakt Martin dat nu aan? En ja, ik vond het wel grappig wat Martin zei van tevoren. Nog van Sanne, ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik kan vertellen. En ik weet ook niet precies wat ik uh, kan verwachten. En echt zo waanzinnig mooi. Wat voor gesprek we hebben gehad, wat voor inzichten, ook de inzichten dat mentale training en de mindset om op het podium een topprestatie te leveren echt cruciaal is. Nou, echt heel waardevol. Um, dus ga lekker luisteren. Nou, mocht jij uh, iets van mij willen doen, zou ik het tof vinden als je met jouw met mij deelt via social een screenshot maakt dat je die podcast aan het luisteren bent want dat zou me enorm helpen en ik vind het gaaf als ik nog een grote rippel ga creëren dat meer mensen naar deze podcastshow luisteren dus dat helpt me enorm en sowieso heb ik toffe dingen op mijn website klaarstaan die je kan downloaden gratis een werkboek hoe jij vol energie je doelen kan realiseren en ik heb een toffe challenge de energie push challenge dus doe daar mee mee nou veel luisterplezier Dankjewel alvast voor het luisteren en een fijne dag. Doei doei! Lieve luisteraars, fijn dat jullie weer luisteren. Vandaag ben ik in het mooie Vlierden. Nou, voor de oplettende luisteraar weet dat ik in vlieren woon, dus ik ben gewoon, ja, we kunnen wel zeggen bij mijn achterbuurman. En... Nou ja, als ik hier om me heen kijk, zit ik echt in een bijzondere kamer. En net werd aan mij gevraagd: van Sanne, ga je met mij mee naar de muziekkamer? Ik ben bij Marti Maas. En Martin heeft hier twee hele mooie, nou, ik noem het piano's, maar misschien zijn het wel vleugels. Kijk, ja, hier, ik word al op mijn vingers getikt. Vleugels. staan hier twee hele mooie vleugels. Um, Martin is pianist en dirigent. En wellicht nog veel andere rollen, maar daar gaat hij ons dadelijk in meenemen. Martin, leuk dat ik hier mag zijn, dankjewel. Nou, eens gelijk is leuk, leuk dat je er bent. Ja, tof. Martin, als eerste mijn vragen aan jou: waar krijg jij het meeste energie van? Uh, het begint al meteen met de moeilijke vraag: waar krijg ik het meeste energie <laughs> van? Nou, het antwoord is vrij eenvoudig. Het meeste energie toch wel van als dingen gelukt zijn. Gelukt zijn. Gelukt zijn, ja. ja, ja. En dan heb ik het natuurlijk wel over mijn vak uh, in mm -hmm. dit geval. Dus... Mm -hmm. uh, ja, wanneer er een optreden is, wanneer iets gewoon heel goed gaat, ja, succesvol. Maar ook voor je eigen gevoel gelukt is. Daar krijg ik wel heel veel energie van. Ja, maar dat is best wel iets lastig wat je nu zegt. Hè? Wat als het voor je eigen gevoel gelukt is? En wanneer is dat? Ja, dat is inderdaad niet alleen per definitie voor je eigen gevoel. Maar dan moet het inderdaad ook wel voor, de, uh, voor degene voor wie je het doet. Of met wie je een uitvoering hebt, of uh, die moeten ook wel dat gevoel hebben. Yeah. Ik bedoel, het is niet zo, en dat bestaat wel, maar het is niet zo dat alleen wanneer ik denk, ach, dat is goed gegaan, als de algemene mening of de mening van de muziek daar ja, niet mee samenloopt, dat is ook niet prettig. Dus wanneer ik energie krijg, is het ja, gewoon wanneer het, uh, er een positieve stemming is over wat er geleverd is met een positieve stemming en dan niet alleen bij jezelf, maar ook met wie je een uitvoering hebt gehad. Absoluut, absoluut. Ja. ja. Tof. En als je dan even teruggaat, wanneer had je dat beste gevoel dat je denkt: dit is geslaagd? Um, ja, goed op de hele uh, korte termijn terug. We hebben hier bijvoorbeeld, uh, omdat we nu in Vlierden zitten, was het hier in de buurt in deur natuurlijk zo'n Riot Music Night. Dat zijn natuurlijk wel hele leuke dingen, dat je denkt van: bo, dat geeft al echt een boost. Hè? Als daar ontzettend veel publiek is. En met landelijke artiesten. En, uh, en dat loopt dan als een trein. Dat is wel heel erg leuk. Ja, dat, ja, ja, ja. Dus ja. dat is al een van de ja. voorbeelden, zeer recent. Ja. En wat is het vetste optreden wat je hebt gehad? Of het optreden wat je denkt, oh, dat heeft me het meest geraakt? Of? Dat is moeilijk. Dat zijn er toch wel heel veel. En dan is het, ja. Um, dat kan van alles zijn. Dat kunnen concerten zijn als pianist, waar je met mensen samen. Um, ik begeleid heel veel, dus vandaar dat ik uh -huh. zeg: het uh, 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 is bijna altijd samen met. Uh -huh. um, maar dat kunnen ook um, ja, grote concerten zijn. En dan niet in de zin van Royal Muzen uit, maar uh, uh, echt concerten uh, waar je als orkest um, een klassiek programma speelt, bij wijze van spreken. Dus dat kan van alles zijn. Ja, ja. cool. En ben ik ben even nieuwsgierig als we terug in de tijd gaan. Hoe is jouw passie voor muziek en misschien wel in het specifiek piano spelen uh, ontstaan? Ja, dat is al lang geleden. Ik heb dat altijd al van jongs af aan. Thuis ben ik al begonnen met piano, met een jaar of acht, negen. Uh, toen ben ik ook een blaasinstrument gaan spelen bij de Verfaren in Vlierden. En toen ben ik naar het gymnasium gegaan. En al gauw genoeg, eigenlijk al in de eerste jaren... Heb ik gewoon iets gekregen, ik wil naar het conservatorium. Ja. En ja, misschien vreemd genoeg, want zo vanzelfsprekend was dat niet, is dat altijd heel erg ondersteund van thuisuit. Nee. En nee. zeker toen al, ja, vanzelfsprekend was dat niet natuurlijk, want nee. muziek is toch een, een, een vak apart om het zo maar te zeggen. <laughs> um, dus dat heb ik altijd al gewild. Ja, en ik, uh, ik heb ook nooit eigenlijk iets anders gewild. Nee. Dus uh, voor mij was het: ik wil naar het conservatorium. En het ja. zou een heel grote teleurstelling geweest zijn als ik daar niet aangenomen zou zijn. En uh, ik had wel een plan B, maar ja, dat was echt een B of C of D, zal ik ja. wel zeggen. Ja, ja, ja. ja. Dus en toen ben je dus naar het conservatorium gegaan. Maar wat ik nog wel nieuwsgierig heb, jij zegt dat zat dus, jullie hadden thuis al een piano. Wij hadden thuis al een piano. Mijn zus speelde piano. En uh, mijn vader zong veel. Mijn moeder hield van muziek. Ah. Dus het werd wel heel erg gestimuleerd, ja. moet ik zeggen. Ja. En we hadden ja. inderdaad al een piano. Ja, wel een hele vast. oude. Ja, nou jawel, er was een hele oude piano. <laughs> Daar heb ik jaren op gespeeld. Ja. Uh, totdat ik op het conservatorium zat al een jaar. En ja. toen heb ik een één van deze twee vleugels gekregen. Toen al. Deze. Echt? Die, ja, ja, ja. die heb je gekregen? Ja, thuis. Hè? Dus, oh, thuis. Uh, en later heb ik die ook uh, mogen houden. Dus in ja. feite heb ik hem gekregen. Ja. Oh, echt? Oh, ja. geweldig. Ja. Want even kijken, want die past, hoe past die piano hier of die vleugel hier binnen? Want dat is wel wel... Heel... Ja, die, die, die kantelen ze op zijn kant oh. en dan hebben ze een speciale manier om die binnen te krijgen. Oh, dat is dus wel... dat gaat moeiteloos. Maar die, die vleugel, die heb je dus al heel erg lang. Die heb ik al heel lang. Die heb ik echt al vanaf 80, nee, 83, dus dat is al een 33 jaar of zo, ja. Wauw, dat is gaaf. En die andere, deze is nieuw, die is pas anderhalf jaar oud, die heb ik nieuw gekocht, ja. En, en ik ben een leek natuurlijk in vleugels, maar waarom, is deze dan beter als die andere of maakt dat niet ja, uit? Ja, dit is een grotere, een nieuw model, een, een kleine concertvleugel is dat in feite, mm -hmm. dus die is, die is inderdaad beter. Ja, oh, ook cool. ja. Ja, heel maar gaaf. ik heb de oude altijd gehouden. Inderdaad. Ja. ja, maar dat snap ik. Dus mijn eerste fiets die iets voor mij ook ja, speciaal. Ja, inderdaad. inderdaad ja. Dat neem ik aan dat het bij jou ook een beetje ja, zo is. Precies. precies. Ja. En je bent het conservatorium gaan doen. Ja. Hoe was het toen, je hebt ook al uh, blaasinstrumenten gespeeld. Ja. Was het dan automatisch dat piano spelen jouw ding is? Uh, nee, helemaal niet. Want ik ging dus naar het conservatorium en ik ben daar begonnen met, want ik was helemaal niet van plan om echt richting piano te gaan. Ik ben begonnen met schoolmuziek. Dat heet nu tegenwoordig docentmuziek, heette toen schoolmuziek. Dat is dat je les kunt geven op middelbare scholen, uh -huh. et cetera, muziek. Daar ben ik aan begonnen. Dat heb ik ook afgemaakt. Maar tegelijkertijd uh, kon ik toen al beginnen met hoofdvak piano. Dat is dus een tweede studie eigenlijk. Uh -huh. Dus als pianist. En tegelijkertijd heb ik uh, een jaar later ben ik begonnen met directie. Dus als dirigent dus die, die, die drie vakken heb ik eigenlijk tegelijkertijd gedaan. Yeah. Uh, en daarna heb ik nog uh, ja, uitvoerend muzikus piano, dus als concertpianist. En, um, en daarna nog aantekening begeleiden. Dus wat ik nu doe op het conservatorium. Uh, um, ik, ik, ik werk met studenten fulltime op het conservatorium. En uh, al die vakken heb ik gestudeerd aan het conservatorium inderdaad. En aanvankelijk nogmaals... Was dat helemaal niet mijn bedoeling. Maar ja, zo liep het. En ja, ik had gelukkig de mogelijkheden om dat te doen en dat lukte. Ja, ja. Maar dus hè, toevallig liep het zo. En je zegt, de mogelijkheden had ik. Dus jij kwam gewoon toevallig achter dat je het leuk vindt en daarom kon je die vakken doen. En... Ja, ja, goed, ik kwam er natuurlijk achter dat ik het leuk vond. Ik vond het al leuk, anders ga je niet naar het Konstroom. Maar ja, ik kwam er ook achter dat me dat heel goed afging, ja. natuurlijk. Hè. Dus dat, ja, en dan word je natuurlijk ook in een bepaalde richting. Ja, geduwd wil ik niet ja. zeggen. Maar je gaat gewoon in een bepaalde richting. Ja. En zo gaat het ook met het dirigeren. Ja. En ja, je gaat iets doen. En dat kost heel veel energie. En dan gaat het goed. En dan ga je ermee door. Dus ja. zo werkt het toch een beetje ja. natuurlijk. Hè? Ja, gaaf. Want jij zei net nou tussen de regels door. En dan ben ik heel erg nieuwsgierig naar. Uh, jij ja, deed die opleiding. En jij noemt een vak. Maar wat... Het, was het nou een vak of waren het gewoon... dat je ongeveer drie opleidingen deed? Het ja, het, het, waren drie, okay, het waren drie. Het heet dan hoofdvak, maar het is eigenlijk gewoon een studie. Ja. Dus um, het waren inderdaad eigenlijk drie verschillende studies. En <laughs> natuurlijk heb je wel overlappende vakken. Ja. Maar het zijn ook drie verschillende diploma's. Okay, uh, ja. uh, of drie en daarna nog... Maar goed, dat is eigenlijk wat ik daarna heb gedaan... Uh, uitvoerend muzikus als concertpianist... En aantekening begeleiden, dat is eigenlijk te vergelijken met de huidige master. Oké, okay, ja. Daarna, um, ja. uh, Daarna, maar inderdaad. De, de drie vakken die ik noem, dat zijn nu gewoon drie verschillende bachelors. Oké, okay, dus je hebt drie verschillende ja. bachelors bijna tegelijk gedaan. Ja, en heel veel daarnaast nog begeleid. Um, maar dat betekende wel dat je altijd, altijd daarmee bezig was. Ja. Was en ben, kan ik ja. wel zeggen. Ja. Maar Martin, dan ben ik wel even nieuwsgierig. Hè? kijk. Ik heb natuurlijk geen ervaring ja, als muzikant. Nou, ik heb vroeger bij de drumband gezeten. Weet ik, weet ik, ja. ja. Lang geleden. Um, dat is mijn ervaring als muzikant. Maar ik vergelijk dan een beetje naar de sport. En weet je, als ik jou dan zo hoor, dan ben je echt enorm veel met die muziek bezig geweest. En ik weet ook op het moment dat je veel aan het doen bent. En in mijn ogen, als je muziek maakt, heb ik dus creativiteit, fris hoofd. Uh, heb je nodig. Jij was op dat moment nog aan het studeren, dus uh, dan moet je ook nog iets presteren in die zin van je moet, een bepaalde, uh, hey, je moet bepaalde vakken behalen, bepaalde deadlines behalen, ook als muzikant zijnde. Hoe ging je daarmee om, om dat allemaal tegelijk, gelijktijdig te combineren? Ja, eigenlijk, eigenlijk hetzelfde als iedereen denk ik. Je moet dat gewoon, je hebt gewoon tentamens en, en examens en je moet gewoon zorgen dat je die kent. Yeah. Eigenlijk, Zoals het nog altijd is, zelfs. Yeah. Hè? Ook nu nog. Yeah. Hè? Wat ik bedoel, het is natuurlijk creativiteit met alles wat je doet. Maar heel veel dingen. Ja, het klinkt gek, maar ze moeten gewoon. Hè? Yeah. Ik bedoel, als jij een wedstrijd moest winnen. Ja. Yeah. Ja, dan wil je dat gewoon winnen. En dan. Je vindt het niet altijd leuk om te trainen. Nee. Dat kan bijna niet, denk ik. Maar nee. het moet gewoon. Kijk nu ja. ook, ik zit. Wat, uh, als ik nu jaren verder kijk, ik zit fulltime. Aan het conservatorium geef ik les. Maar ik geef les, ik ben pianist aan het conservatorium, dus ik speel zelf altijd. Um, ik werk dus individueel met studenten en ik begeleid ook iedereen op hun eindexamen. En elk eindexamen is een, um, een, een openbaar concert met een commissie, gewoon met publiek. Dus ik heb in deze, in deze maanden, uh, mei, juni, heb ik gewoon weet ik hoeveel van dit soort examens, wat allemaal dus voor mij ook ja, recitals, concerten zijn. Kijk, daarnaast dirigeer ik een aantal orkesten uh, uh, waar je natuurlijk ook altijd weer projecten hebt, doelstellingen, concerten, concoursen, uh, ja. waar de zaken in orde moet zijn. En voor alles geldt natuurlijk, de ene keer ligt de focus het meest op zo'n orkest, wat bijvoorbeeld een concours heeft, of, of, of een, ik noem het net, Royal Music Night, of, of wat dan ook. Ja, een ander moment. Uh, als ik nu met al die concerten voor, de, uh, met als pianist zit, ja, het moet, uh, ja, het moet er gewoon zijn. Dat, ja. Met andere woorden, van uh, ook nu, ik heb een paar dagen vrij. Gisteren was een helemaal zacht, Maar ja, op zo'n dag zit je wel gewoon een aantal uren gewoon te studeren, want het, het moet gewoon, uh, maar, het moet gewoon goed zijn. En ja, daar heb je ook niet altijd zin in. Zo nee. simpel is het. Maar ja. die vraag is er eigenlijk nee. niet, hè? Ja, maar daar ben ik heel nieuwsgierig. naar. want je zegt. Uh, Kortom, even samenvatten wat je zegt. Weet je wel, oké, okay, uh, je hebt geen keus. Soms moet je gewoon er zijn. Je moet er gewoon klaar voor zijn. Net ja? als met mijn wedstrijd, je moet gewoon scoren. Maar je zegt ook: heb je, dus gestudeerd. Ja. Uh, dus gespeeld. Uh, uh, ik bedoel, wat ik studeren noem, ja. dat betekent. Uh, anderen zeggen: uh, pia Je bent pianospeler. Hè? Ja. Ja, 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 ja. ja, het kan ook een partituur studeren zijn, maar in dit geval was het pianostuderen. Ja, ja dus ja. ja. Maar wat ik dan tenminste, als ik bijvoorbeeld uh, echt moet gaan trainen en moet, moet gaan fietsen of. Nu ook in mijn werk, als ik iets moet gaan doen, kom ik in die verkramping. Kijk, ik heb gisteren weer voor sinds lange tijd uh, gezwommen in Berkendonk met een wetsuit ja. aan. Laat we even gelijk hebben. En dan steeg ik als eerste Berkendonk over. Dat is een meer van ruim 400 meter en in donker. En ik moet er altijd even aan wennen om weer zo'n diep water overheen te ben Ik iets verkrampt ja. heb ik gewoon spierpijn van het ja, zwemmen ja. omdat ik verkrampt ben. Wat mij waar ik nieuwsgierig naar ben op het moment dat je dus te veel van jezelf moet en die druk op legt, wil je jouw vingers. Als dat ja, ja. Verkramp... Heb je ooit verkrampingen in je vingers? Nee, gelukkig niet. Maar het punt is inderdaad... Dat is wel belangrijk wat je zegt, inderdaad. En dan nou moet ik denken aan wat mijn pianodocent op het conservatorium ooit zei. Die zei, je moet eigenlijk... Als er een concert aankomt, je moet eigenlijk altijd zo studeren... alsof het over zes weken is. Ja. Want... Op het moment inderdaad. Ik moet dit en dit kennen. Ja, dat moet je niet hebben. Ah, dat is wel een goeie. Nee, ik bedoel van... Um, ja, je moet studeren alsof het over zes weken is. En ik zit hier ook wel eens ooit. Dat ik denk, oei, ik moet dit en dit... Uh, moet ik dan kennen, uh, beheersen. Maar als je vanuit die gedachte gaat studeren... Ja, het levert je simpelweg niks op natuurlijk. Nee. Hè? Want ja. je, je gaat het er ook niet beter van spelen, sterker nog. Ja. Je gaat het er slechter van spelen. Ja. Dus wat ik meestal doe, is ik plan gewoon. Meestal plan ik gewoon hoe lang ik ga studeren. Ja. Dat is het enige wat ik plan. En ja. dan denk ik, nou, ik hoop dat ik dit en dit dan ken. Ja, ja als dat niet zo is, dan is het de volgende keer. Ja. Maar je kunt wel zeggen, ik moet dit en dit kennen. Ja. Maar dat is een slecht uitgangspunt. Ja, dat helpt niet. Ja. Dat helpt niet. Sterker nee. nog, het werkt je tegen. Ja. En in je houding en alles, want je zegt ja. inderdaad het verkrampen. Ja. Ja, voor muzici, dat ja. is natuurlijk een, een, een zeer veel voorkomend probleem. Ja. Blessures bij muzici, ja. uh, evenals bij sporters ja, he, of ja. wat dan ook. Um, um, maar dat uh, de, je houding en aandacht voor je houding en zorgen voor ontspanning ja. is natuurlijk van het allergrootste belang. Ja. Maar daarnaast, en dat schiet me nou gewoon te binnen, van ik noem de sporters. Wat misschien nog wel een grotere belasting is, is de mentale belasting. Hè? Want uh, op, je zit altijd op het podium. Ja. Of je nou als dirigent op het podium staat, of je zit, uh, wat ik net zei, uh, nou dit zijn examens, maar ik heb natuurlijk ook heel veel andere freelance concerten waar je als pianist speelt. Dat zijn soms uh, opnames, soms is het live, uh, ik heb ook dingen gehad live voor de radio. Uh, de mentale belasting van nu moet het er zijn, ja, die is eigenlijk nog veel groter, ja, moet ik zeggen. Ja, ja, ja. En dat, natuurlijk ben je eraan gewend, want ik heb natuurlijk onzorgvuldig veel gespeeld en gedirigeerd. En ik doe dat natuurlijk al jaren en jaren. Maar het blijft altijd. En de ene keer heb je er helemaal geen last van, maar ja. het, de andere keer heb je er meer last. En, ja. en bij muzici, en dat hoor je gelukkig de laatste tijd meer, is dat ongelooflijk onderbelicht hè? Ja. als je in de sport kijkt wat daar aan begeleiding is mm -hmm. op, op op dit gebied ja. ja bij muzici is dat gewoon veel en veel te weinig want ja. ik ken veel mensen in in de in, in alle um, in alle orkesten mm -hmm. uh, dus uh, ik had toevallig van de week heb ik nog gespeeld met uh, met de saxonisten en een trompetist van het concertgebouworkest mm -hmm. uh, en dat vond ik wel heel leuk uh, uh, jacco uh, groenendijk hij speelde dus in het Concertgebouw en ik ken verschillende uh, meer mensen van dat orkest waar ik ook mee gespeeld heb. Ik zeg, goh, hoe doen jullie dat nou in, in, in dat orkest? Hè? Van Altijd die, die camera staat ja. er altijd op. Nou ja, en hij zegt ook dat blijft gewoon echt heel moeilijk. Ja. En er zijn een aantal boeken uh, ja. die wel heen, heel interessant zijn op dat gebied. Maar voor muzici die aandacht die daarvoor is geweest in het verleden en is, is eigenlijk veel te klein. Ja. Want dat is... Een zeer onderbelicht aspect. Ja, dat vind ik wel bijzonder. Want dat is ook al mede de reden waarom ik het interessant vond om met jou het gesprek aan te gaan. Want ik zeg altijd: in het sportgebied: van de makkelijkste sportieve winst boek je mentaal. Um, als ja. sporter zijn, want op het moment dat ik niet in mezelf geloof dat ik het kan, gaat het nooit lukken. In het ondernemerschap vind ik dat ook. Zo weet je, kijk, hè, je bent zelf jezelf, continu aan het uitdagen. Kijk, op het moment wat jij net al zei dat jij aan het studeren bent of aan het piano spelen bent, iedere keer met alsof je nog zes weken hebt, zodat je vanuit ontspanning aan het spelen bent, zorgt ervoor dat je niet dicht slaat. Ja, ja. En jij als pianist of als dirigent of maakt niet uit als instrument je speelt, is het heel erg belangrijk dat je als je er gaat staan in jezelf vertrouwt... Ik ga het nu gewoon doen. Ik ja, laat het gewoon doen. Ja. dat klinkt heel eenvoudig natuurlijk. Hè? I know, I ja. know, I know. Ik heb pas ook een zangeres geïnterviewd, Nicoline Power. Zij heeft mede mijn podcasting al ja. gemaakt. En we hadden het er ook samen over, over een stukje fenomeen supercompensatie. Ken je dat fenomeen? Uh, nee, ik ben aan, al aan het denken wat het zou betekenen. Wat compenseer je dan namelijk? Dat vroeg ik me af. Nou, ja, kijk. Dat is, um, ik weet niet hoe jij dat doet, maar in de sport is het zo: weet je, wij raken ook fysiek uitgeput. Ik kan me ook voorstellen dat het bij jullie ook mee te maken heeft. Ja, ja zeker, hè? absoluut. Ja, dat ja. je fysiek uitgeput raakt. En in de sport zet je, uh, pas je supercompensatie toe, net voor een belangrijke wedstrijd, dat je iets meer rust neemt dan normaal, zodat je optimaal herstelt. En ik weet nog dat ik dit tegen, dit tegen haar vertelde. En toen zei ze, dit had ik moeten doen. Want ik was nog heel lang, net kort voor mijn concert, ze had zelf uh, nummers geschreven. Uh, ze was nog flink aan het oefenen geweest. En volle bak nog aan het repeteren ja, ja. geweest. En eigenlijk, zei ze, absoluut. was ik vermoeid toen ik het concert ging geven. En dat is met supercompensatie. Dat je ja. net voor in jezelf vertrouwt. Ik heb nu genoeg geoefend. Absoluut. Rust. Ja, dat is absoluut heel belangrijk. Ja. En dat je gewoon van tevoren rust kunt hebben. Ook voor een concert. Ik ga... Ik ga vaak ergens zitten. Gewoon, en bemoei ik me ook nergens mee. Uh, dat is echt heel belangrijk. Hè? Ja, dat je ja. gewoon ja. rust hebt. En, ja. en inderdaad, niet tot het laatste moment dit, dat, dat. Ja, ja. niet altijd makkelijk, maar dat, dat ja. is wel belangrijk. Hè? Maar nu heb je net kort voor het moment. Maar neem je een week voorafgaand bijvoorbeeld ook iets meer rust? Nee, nee, eigenlijk niet. Nee, nee. Nee, in het geheel niet trouwens. <lacht> <lacht> nee. Ik zie jou nadenken. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Ja. Dat is een zo. Maar goed, ik zeg, ik heb gelukkig, ook puur fysiek, gelukkig heel weinig klachten. Ja, want ja. dat is wel echt een punt van. Ja. Um, je speelt natuurlijk vaak uren, soms wel zes, zeven uur op een dag. Zo. Um, ja, en als je daar last van begint te krijgen, ja. ik zeg altijd, als je dat punt voorbij bent, ja, ben je te laat. laat. Ja, ja. Dus je moet, ja. je moet zorgen dat je niet, voorbij, ja, ja. niet aan dat punt komt ja. dat je jezelf gaat belasten. Ja, ja. maar dus je ziet veel. Uh, bij muzici dat ze overbelasting hebben van hun spieren? Ja, absoluut. En wat voor klachten of klachten? Hè, waarin zou mentale training bij muzici nog meer belangrijk kunnen zijn? Wat zie je veel voorkomen qua klachten? Um, mentaal zeg je. Hè? Dus ja. niet. Um, ja, spanning, stress. Hè? Ik, hm. weet niet hoe, hoe, ik weet niet hoe ik dat moet omschrijven. Hm. Ja. De angst eigenlijk. De, de angst. angst. Gewoon ja. ja, en het verkrampen mm -hmm. op het moment zelf. Mm -hmm. ja. Kijk, want ik zeg wel eens wat een verschil nog is met muziek, met iemand die moet spreken in het openbaar. Mm -hmm. Misschien iemand die moet sporten, dat weet ik niet. Mm -hmm. Maar het probleem is dat je geen tijd hebt. En wat, wat ik bedoel te zeggen, je doet iets. En je kunt je niet veroorloven dat je zegt, oké, okay, uh, als ik iets aan het... Kijk, dirigeren is misschien nog net iets anders, dan kun je een ontspanning... Maar als je speelt, die timing, die moet gewoon... Je kunt nooit zeggen, oké, okay, ik, ik wacht even. Kijk, als je spreekt en je weet het even niet of je voelt je onzeker, kun je altijd zeggen... Ja. Hey, je hebt zelf de regie in handen. Je hebt zelf de regie je in handen. Je kan zelf een beetje spelen. En dat heb je natuurlijk als muzikus ook, ja. maar die ruimte is gewoon veel kleiner. Ja. Ik denk als je in een orkest... dat, dat je bijna niet die speelruimte hebt. Want als nee, ik op... dat heb nee, dat heb je niet. Nee, nee. Nee. Dus je moet echt doen wat... Ja, ja, ja. ja. dat is zo. En gewoon, ja... Wat je, wat je het meeste kan overvallen... is gewoon de gedachte van, goh... Ja, een heel stomme gedachte die ik regelmatig wel gehad heb... is als je een speelder bent... en hoe belangrijker het is, hoe meer je dat kunt hebben... van, goh... hoe weet ik nou waar die toetsen zitten? Dat is een heel stomme vraag, hè? Ja. Maar gewoon... Goh, hoe vertaal ik nou die noten? En dat is iets. Maar ja. dat is een gedachte die moet je natuurlijk zo snel mogelijk kwijt zijn. Ja. Maar dit is alleen gewoon een voorbeeld ja. van iets wat ja. wat je kan overvallen. Ja. Hè? Ja, 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 En dan is er geen speelruimte, want nee. dat moet er gewoon zijn. Ja. Want dan zit je. Want dan, ik noem dat eigenlijk altijd mindfuck, weet je? Dat is mindfuck in ja. grote mate. Ja. Ja, ja, ja. Ja. En dat helpt je echt niet. Uh, want dat ben ik dan misschien. Want dan zit je eigenlijk bij een spelen vanuit je hoofd en ja. van waar zit in die toetsen, terwijl dat het vooral denk ik in muziek ook heel erg belangrijk is, je connecteert met je gevoel. Ja, ja kijk maar, wat is gevoel? Hè? Ja, kijk, dat is waar. Wat is gevoel? Kijk, want dit is dan ook het gevoel. Sterker ja. nog, dat is dan je enige gevoel. En het enige wat helpt en wat ook gewoon uh, de remedie is, dat je gaat denken, oké, okay, en dat doe ik ook heel vaak met studenten op een gegeven moment van, ja, die een bepaalde speelmanier hebben. Maar goed, dat is nu te, te lastig om, om, om dat nou uit te leggen. Maar het enige wat helpt is om je dan op te richten: oké, okay, hoe loopt die muzikale lijn hier? Oh, ik speel daar naartoe, ik speel deze muzikale lijn. En. Dan kom je daar heel gauw weer in. En dat is de beste manier ook om dat andere direct weer naar de ja. achtergrond ja. te verdringen. Maar ja. als je je gaat fixeren ja. op dat andere, ja. dan wordt het probleem alleen groter. Ja. Dus je gaat focussen op waar je heen mag. Je gaat focussen eigenlijk waar het echt om gaat. Namelijk ja. om de muziek. Ja, ja, ja. Maar dat ook hiervoor geldt dat. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar op dat moment ja, kan dat echt een, een, een struggle zijn, om het zo maar te zeggen. Ja, maar dat... En dat, dat is ook de uh, Inner Game of Tennis, de Inner Game of Music. Ik weet niet of u boek, de, de boeken toevallig kent. Nee. Ik heb het nog steeds niet gelezen, maar het is me al jaren aanbevolen door um, uh, niet mij, maar gewoon als we het over dit soort dingen hebben met uh, medemuzici. Mm -hmm. um, dat is een boek waarin, uh, uh, waarover dat ook gaat: van, er is altijd natuurlijk een buitenkant, een je speelt een wedstrijd, je hebt een concert, je performt op een bepaalde manier, maar tegelijkertijd ja, is er daar ook een manier waarop je daar van binnen mee omgaat. Ja, ja. Dus dat is, uh, en nogmaals, dit is niet iets, en ik heb er gelukkig niet veel last van, en ik kan er heel goed mee opgaan, maar het is iets dat speelt natuurlijk bij iedereen altijd, ja. in meerdere of mindere mate. Ja. Dus er is niet één muzikus. Of niet één sporter die hiermee niet te maken heeft. Nee. En degene die zegt dat hij hier ni niks mee te maken heeft, uh, spreekt naar mijn mening niet de waarheid. Nee. Het, het speelt altijd. Ja, natuurlijk. En die stemmetjes in je hoofd, dan kan ja. ik het wel. Ja. Ik weet van bij mezelf, uh, ik sta op dit moment regelmatig op het podium en spreek voor grote groepen. En ik weet je, dan voel je ook een bepaalde spanning. Maar ik zie het niet meer als spanning, ik zie het als excitement. Ja, ja. En ik geloof erin... Dat die spanning erbij hoort om nog beter te performen, absoluut. Zonder enige twijfel: ja. zonder enige twijfel. Dat is absoluut een feit. Uh, als je de zomaar gaat zitten, nee, daar ben ik van overtuigd. Ja, ja. dat is ook wel goed om dat in je achterhoofd te houden als je aan het uh, oefenen bent. Van joh, weet je, als het op het scherp van de snede moet, ja, <laughs> dan gaat het hier wel goed. Ja. ja, ja, ja. En het gekke is ook: je reageert op het scherp van de snede ook gewoon inderdaad echt anders. Van ja. uh, dat kan meestal is dat positief. Ja. Kan ook juist resulteren in een tempo wat niet helemaal juist is, of net iets te snel of weet ja. ik wat. Maar um, um, ja, meestal is het juist goed dat je vanwege dat feit, juist op het moment supreme, zou ik maar zeggen, ja, op een bepaalde manier presteert. Ja. Maar dat vind ik wel mooi, Martin. Want jij staat eigenlijk aan beide kanten van de medaille, tussen haakjes. Ja, ja zeker. zeker. En jij ja. staat voor de groep en je bent zelf uh, pianist en ja. je speelt met een groep. Uh, maar op het moment dat je dus als dirigent voor een grote groep staat, uh, je zegt het net zelf, uh, de een gereageert anders op het moment dat hij op het podium staat dan de ander. Hoe zorg jij daar als dirigent voor dat jij. Hè, ik zeg, heb het altijd over piekperformance leveren. Ja. Hoe zorg jij? Want jij bent echt een lead om ervoor te zorgen ja. dat de hele groep piekperformance levert. Hoe ga je daar als dirigent mee om? Ja, ik denk dat ik dat toch hoe langer hoe meer ja, geleerd heb. Um, je weet nooit of je dat goed doet, laat ik dat gewoon even vooropstellen. Maar het begrip spanning en stress: het is één ding wat zeker is dat je als dirigent. De grootste factor daarin bent. Dus alles wat jij zelf in je hebt en overbrengt aan spanning slash stress, mm -hmm. krijg je in tienvoud terug. Dus één ding is van belang: jij bent degene die moet uitstralen wat er moet gebeuren. En dan heb je kans dat het zo gaat gebeuren. Maar als jij al degene bent waar de stress. Uh, en, en dan heb ik het niet over momenten in de voorbereiding. Nee. Waar, je het wel eens, um, ja, waar die spanning wel eens heel hoog kan zijn. En, en je ja. het natuurlijk wel eens zelf zo laat oplopen. En misschien zelfs soms niet op een prettige manier. Maar ja, dat kan een functie hebben om iedereen nog ja. meer ervan overtuigd te Kijk, maar op het moment zelf heeft dat geen zin meer. Nee. En moet er alleen maar een muzikale expressie zijn. En het enige wat overgebracht moet worden is dan. ja, wat de sfeer is, wat de atmosfeer is. En natuurlijk kun je ook niet uh, altijd verbloemen. ja, dat er dan toch ook dingen van stress en spanning bij jezelf bovenkomen. Boven maar dat is het slechtste wat er is. Ja. Dus de beste manier is om alleen maar. Um, ja, te laten zien en te uit te stralen. datgene wat er muzikaal vertolkt moet worden. Ja. Dat is heel mooi, want eigenlijk als het ware zeg jij dat jij de spiegel bent van jouw eigen spanningsniveau ten opzichte van heel die groep. Hè? Ja. In ieder geval op het moment uh, dat jij in lage spanning bent, dan kan de rest wel hogere spanning hebben. Maar als het andersom is, als jij hoog in spanning bent, kan de rest, <laughs> zal nooit lager in spanning zitten. Dus, maar ik vind het wel mooi, want eigenlijk is het. Een maar, daag... dan, maar dan hoog en laag in spanning. Kijk, ik bedoel, inderdaad, de spanning in de zin van stress ja, en spanning. spanning ja. Maar naar mijn mening, en dat is mijn overtuiging, niet iedereen denkt daar zo over, ja. maar naar mijn, naar mijn mening, moet juist de andere uh, heel veel energie juist zitten in de muzikale spanning. Ja. Uh, maar dat is een ander soort spanning in het overbrengen van nee, dit moet er gebeuren, dit moet de sfeer zijn, in je mimiek, weet ik wat. Ja, en en, hoge energie. Uh, uh, ja. Ja, ja. Ja. En uh, daar, ja. dat energiepeil ja. moet juist heel erg ook zijn, want ook ja. dat heeft een... Ja. Ja, een sterk verhogend effect of een ja. verlagend effect... wanneer er voor jou helemaal niks, ja. niks uitgaat. Ja. Maar nogmaals, daar ja. denkt iedereen anders ja. over. Hè? Er zijn er ook ja. die ja, die vinden dat je dat niet te veel moet doen. Ja, en jij gaat heel erg duidelijk eigenlijk uh, het proces meenemen... van wat er muzikaal ja. mag gebeuren ja, ja, en daar heel hoog in zitten. Ja, ja. maar in je persoonlijke spanning laag. Ja, en ook, dat vind ik nou wel interessant... nu dat we het hierover hebben, schieten we dingen te binnen... Er um, komen hier bijvoorbeeld nou die kwamen vorige week mensen van de master in Maastricht die uh, um, iemand heeft directieles komt hier halen en de ander uh, uh, is een zangeres um, zij doet de master maar komt hier ook voor coaching inderdaad en uh, die begeleidt hen ook op piano en die had op een gegeven moment een pianist waar ze het over had nou in ieder geval die Hielp niet zoveel, die hielp niet zoveel, die ondersteunde niet zoveel in, in muzikaal opzicht. Ik zeg, nou, dan zal ik nou eens niks doen. Dus ik bereidde haar gewoon en gewoon. Ja. Maar ik, ik stopte daar en ik zeg, potverdorie, dat kan ik gewoon bijna niet. Ja? Nee, dat vond ik. Ik, ik stond er echt van te kijken dat dat zo'n manier van doen is dat, ik, dat je er helemaal in kruipt. En dat is wat ja. ik zelf heel belangrijk vind, maar, maar dat is ook een eigenschap, ja. wat ik eigenlijk gewoon altijd doe of ik nou pianist ben of dirigent op het moment ik heb het niet over repetitie maar op het moment ja. dat het erom gaat bedoel ik te zeggen maar jij kruipt dan in de huis niet anders nee nee in de muziek de in de muziek, muziek. Ah. in de muziek kruipt ja. ah. um, en daar ook echt in zit zal ik ja. maar zeggen en daarmee ja goed ik vind dat wel heel belangrijk ja en daarmee de ander ook ondersteunen ja. denk ik ja oh gaaf ja ja dus jij ja, werd je even bewust van je eigen ja kwaliteit. dat werd ik. ja goed of je het zo moet noemen ja ik denk het wel maar ik ik zei echt ik zeg god dat kan ik gewoon niet ja ja, ja ik vond ja. ik denk ja ik ja. doe gewoon niks nu ja en hielp jij haar daardoor juist ja zeker 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 om het niet te doen of om juist wel om om om, om meer te kunnen geven om haar om... Ja. Veel meer te ondersteunen, ook wat zij... Kijk, want die energie die erin stopt... is ook de energie die je voelt dat iemand wil. Ja. Uh, uh, zoals iemand zingt, moet je iemand dan ook ondersteunen, leiden. En dan ja. krijg je een wisselwerking ja. natuurlijk. Ja. En dat is mooi natuurlijk. Ja. Ik vind het heel erg mooi. Wat, wat ik, misschien, uh, interpreteer, of misschien verwoord ik het dan anders dan dat je het zelf zou doen. Maar wat ik je hoor zeggen, is dat je die connectie echt maakt... met degene met wie je dus speelt. Ja, en absoluut, daar op aan, ja. absoluut. Kijk, en dat is natuurlijk... Een tweede natuur geworden. Ik, al zolang ik piano speel, ik, ik zei net al in middelbare school, op het gymnasium uh, wilde ik naar het consortium, Maar ik was vier, vier avonden op, uh, in de week was ik op de muziekschool en ik begeleidde iedereen, ja. en et cetera. Maar dus gewoon het samenspelen op het moment dat je met iemand gaat samenspelen, het meteen aanvoelen. Oké, okay, wat wil hij of zij. Meteen aanvoelen al op het moment dat iemand ademhaalt, weet je al. Hoe het gaat klinken bij mij ja. spreken, dat is natuurlijk omdat Kom. je dat je leven lang doet. Dat is mijn baan op het conservatorium. Uh, ik, ik doe dagelijks niks anders. Maar ook als ik dirigeer en je werkt met solisten, ja, ja dat is gewoon een tweede natuur. Ja. En dat is gewoon wel een vak apart. Want er ja. zijn tal van pianisten die gewoon ja, niet of nauwelijks kunnen begeleiden. En, ja. en als, waar iemand ook echt last van heeft dat hij ja, niet gevolgd wordt, maar ook niet in de samenspelende moeilijk is. Dat is een tweede natuur, maar dat is ook juist hetgene als ik nou moet kiezen, wat doe ik het liefste? Uh, een pianosolist zijn of het ja samen met iemand. Nou, dat, dat, dat doe ik gewoon het liefste, het laatste. Ja, ja. En uh, nogmaals, ik heb nooit uh, dat is, heb ik mijn hele leven gedaan ook al. Ja, ja. cool. Heel gaaf. Ik ben wel heel mooi om te zien, ja. weet je wel, hoe enthousiast je er ook over wordt. Ja, ja, dat is ook wel. Ja. Leuk. En uh, ook het wat ik dan ook mooi vind is die muziek in mijn coaching het draait het niet om muziek, maar om wat ik wilde zeggen, die connectie, weet je, dat het super belangrijk is. Ja. En bij jou jij merkt het dat je met muziek dat dat heel erg belangrijk is, maar ik denk dat het in een dagelijks leven zo is. Als je geen connectie met iemand hebt in een samenwerking, dat is de basis. Dat is de basis, ja. Dat is de basis. Ja, want ook me wat ik ook vaak doe op het conservatorium, er zijn masters, Die masterpianisten die die kopen dan een aantal uren in. En die komen dan met een violist of met een saxofonist om coaching te hebben in het Begeleiden dus. Ja. En ja, die beginnen altijd en, denk, en ik denk altijd van tevoren: goh, als ik maar iets te zeggen heb. Ja. Dat is mijn eerste gedachte ja, altijd. Yes, dan zeg je ja. meer over mij dan over Maar dat is. Ja. Maar dan beginnen ze. Mindfuck, dan, hè? En, ja, ja, mindfuck. <laughs> maar dan beginnen ze en dan, en, dan denk ik "Goh." Dan mis ik meteen al, dan heb ik al honderd dingen. Ja. En dat heeft bijna altijd hiermee te maken met nog het gebrek aan ervaring. Kan ook niet anders. Nee. Maar. De, het maken van die connectie. Yeah. En dat ik zeg: Goh, je luistert niet. Yeah. Je luistert niet genoeg. Yeah. En dan luisteren ze wel, maar dan hebben ze niet precies ervaren hoe de ander ja, een zin affraseert. En hoe zij daar dus in mee moeten gaan. Yeah. En dat is wel ja, heel erg interessant, vind yeah. ik. En dat is, maar nogmaals, dat is zo je tweede yeah. natuur geworden, inderdaad. Maar dat vind ik wel mooi wat je zegt. Hè? Want um, dit is natuurlijk iets heel specifieks. Heel spe specifiek vaktechnisch. Maar yeah. wat ik je hoor zeggen. Is dat jij iets inderdaad zo eigen hebt gemaakt. En ik denk dat heel veel luisteraars dat ook herkennen. Dat ze van zichzelf niet bewust zijn dat ze ergens goed in zijn, dat en zichzelf zelf daarin tekort doen. Ja. Want jij zegt eigenlijk net al: ja, Oeh, ja, heb ik jou iets wat te, te leren? Ja en, ja, en dan ben ik zelfs verbaasd dat ik denk. Goh doet niet iedereen dat zo. Ja, nee. ja, he, ja, ja. Dus, ja. dus dat ja. je dat inderdaad zo ja. vanzelfsprekend vindt. Ja. Vind. ja. ja ik herken... Net wat je zegt. je ja, ja. hebt gelijk. Je ja. hebt absoluut gelijk. Ja. ja. Nee, ik ja. herken het zelf bij mezelf ja. ook wel eens. Weet je, dat je bij klanten die bij jou komen met een de vraag denk je, maar. Uh... En dan bij zijn een gesprek denk je, oh, ik heb nog heel veel te brengen. Ja. Dus ik denk dat het heel logisch is, hè, dat je jezelf kleiner maakt. Ja, dat dat doe je in ja, principe. Ja, ja, ja absoluut. Um, en dat is wel heel mooi. En ook als je ja. inderdaad gaat dirigeren... als je um, zeker bij een vreemd orkest, als je ooit ergens vervangt of weet ik wat... dat je ook met je denkt, goh, ja, wat zal ik gaan doen? Hè? Maar ja. dat op moment één al, zo gauw het begint... Ja, dan hoor je meteen al, oh nee, ik ga dit, 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 dit. Ja. En je ervaring maakt natuurlijk dat je dan ook meteen een plan hebt... oké, okay, als ik dit doe, dan... Ja. 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 Maar wat heb je dan ook ooit, want dan ben ik er nieuwsgierig naar... dat je dan denkt, hè, je gaat iets doen... en dat je denkt, ik heb eigenlijk helemaal niet voorbereid. Ja, dat gebeurt... Of niet genoeg. Hè? Ja, ja. Ja, ja. Maar op het moment dat je daar dan staat en je denkt oh, dat het dan één keer uit je mouw komt als dirigent, zijnde. Of dat je weet precies wat je mag gaan doen. Kijk, niet voorbereid in die zin, um, dat, dat kan alleen zijn als je weet dat je sowieso ver genoeg boven de materie staat. Ja. Kijk, want als je weet dat je dingen moet gaan doen waar echt zomaar zo, dat je er zelf niet doorkomt, dan is die optie er gewoon niet. Maar dat kan natuurlijk wel zijn. Uh, kijk, ik lees natuurlijk heel veel als pianist. Of, uh, ik, 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 uh, ik krijg alle bladmuziek voor me, omdat je zoveel samenspeelt, krijg je heel veel muziek. Dus je moet, je moet echt heel erg snel van blad kunnen lezen. Mm -hmm. Dus dat maakt tevens ook dat als je dirigeert, dat je een partituur natuurlijk ook ja, relatief heel snel leest. Ja, ja. Dus uh, niet voorbereid kan alleen betekenen dat je eigenlijk al weet dat je, dat het lezen geen probleem kan ja. zijn. Maar als je niet precies weet wat je gaat doen, inderdaad. Ja. Dat, dat je dan heel snel inderdaad de gedachte krijgt: oh nee, ik moet dit doen, ik moet dit doen. Ja. Dat je dat uit je mouw schudt, of ja. ja, uit je ervaring ja. of uit je muzikale ja. Ja. Um, ja, kennis wil ik niet zeggen, maar je muzikale voorstellingsvermogen, ja. dat je heel snel weet: nee, zo moet het gaan klinken, dus ja. die kant moet wat. Ja. Ja. ja, maar ik denk ook hè, dat. Um... En, ja, ja, sorry, ja, nee, ja, ik, nee, dat, nee, nee. ik wilde inderdaad zeggen: dat is waarschijnlijk in elk vak zo. Ja. <laughs> Daar wil ik ook geen. Ja, het is in elk vak zo. Je moet natuurlijk zo'n bagage hebben. En als je bagage hebt, dan, ja, dan ben je natuurlijk in staat om, om dat op een heel natuurlijke manier over te brengen. En ook heel snel te kiezen uit wat je nu gaat doen. Want je kunt natuurlijk altijd honderdduizend dingen doen. die allemaal kunnen. Maar het gaat er natuurlijk om dat je op dat moment. Het meest effectieve doet waar je het snelste een bepaald, bepaalde uh, winst of een vooruitgang mee boekt. En ik denk dat dat in elk vak ja. zo is. Ja. ja, want ik heb dat zelf ook wel eens, weet je, dat ik denk: oh, um, ja, als ik dan voor een sprekersklus word gevraagd, dan denk ik: ja, ik heb, ik, ik heb het voorbereid, maar ja, uh, weet je heb ik wel genoeg voorbereid en zo en dan sta ik daar en ik vind het ook elke een uitdaging om ik maak echt connectie met het publiek vind ik super belangrijk en dan ook het weet je wel ik ben sta niet op het podium maar het publiek staat op het podium want zij weet je zij zijn eigenlijk ja in ieder geval in mijn hoofd wil ik hun met iets naar huis sturen en ik denk dat het misschien ook als muzikant is dat je met een bepaalde vibe en dus het gaat eigenlijk niet om mij maar het gaat om hun um, en als ik daar dan sta dan komt er altijd nog iets wat bij het publiek past... extra's omhoog. ja, en dat precies. vind ik heel gaaf. Ja, ja, nee, dat is wel heel leuk, ja. ja. Alleen, daar durf je van tevoren niet altijd op te vertrouwen... Nee. dat dat het geval is. Ja, en, en dat, dat is de moeilijkheid. Dat, ja, ja. Dat is, en meestal gebeurt... maar dat is ja. de moeilijkheid. Dat dat, ja, en je weet ook gewoon niet... Ja, hoe die wisselwerking, want die kan altijd anders zijn. Ja, ja. En de ene keer ja. gaat dat ook soepeler en spontaner ja. en makkelijker ja. dan de andere keer. Want er ja. zijn ook keer dat je zegt. Nou, dit was het toch niet helemaal. Nee. Natuurlijk gebeurt dat ja. ook. Ook in de samenwerking als ja. je speelt met iemand. Ja, klopt. En doe je daar zelf nog iets bewust voor? Hè? Want ook jij maakt contact met het publiek en met je muzikanten om uh, die connectie te maken met mensen. Doe je dat bewust iets specifieks voor? Of gaat dat nee, vanzelf? Nee, niet bewust. Nee, nee niet bewust. Ik zou we het niet weten in ieder geval. nee. en en ben ik wel nieuwsgierig naar, want in de sport gebruiken wij heel veel het visualiseren. ik gebruik visualiseren nu nog steeds. Um, ja, in mijn dagelijks leven ook. en het visualiseren van wat? Um, nou in het sport toen tijdens toen ik wedstrijden reed, echt zag ik die wedstrijden voor me en dan oh, van tevoren. Altijd, je bedoelt ja, van tevoren. dus beeld, 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 je dus verplaatsen het al zien, ja, maar je ook ja, helemaal verplaatsen in ja, de situatie al. Ja, en beelden zien, voelen. Uh, hoe wil ik winnen? hoe wil ik me voelen, um, dat. En dat deed ik dus tijdens sporten. Nu zie ik dat ook in het ondernemerschap... hoe ik mijn bedrijf in de toekomst eruit ziet... met welke klant op welk podium ik wil staan, dat. Um, maar ook een speech kan ik ook wel... Nou ja, als ik een talk, nou ja, een speech voorbereid... dan voel ik vooral het begin en het einde. Ja, niet heel ja. hele verhaal, maar gebruik je dat... inbeeldingsvermogen als het ware uh, binnen de muziek? Ja, dat, dat gebeurt wel. Ik doe dat niet zo vaak, maar het gebeurt wel... om je wel daadwerkelijk voor te stellen hoe dat voelt als je dat podium opgaat. Ja, ja. Maar ik vind dat toch altijd wel moeilijk om dat reëel te maken. Ja. Um, ik bedoel te zeggen, het is toch heel anders op het moment dat het echt zo is. Dat bedoel ik. Ja, eigenlijk. Ja. Om, om, om het vooraf ja. levens echt te maken. Ja. Het helpt wel, dus, uh, ja. Ja. maar het gebeurt wel. Het gebeurt, ja. Uh, ja. Ik, ik denk, tenminste, ben ik heel nieuwsgierig. Nou, kijk, ik heb pas een marathon gerend. En dan ging ik met trainen ging ik bijvoorbeeld inbeelden. Uh, juist expres ging ik inbeelden dat ik last van mijn benen kreeg. Want ik wist, ja, op een gegeven moment als je marathon rent krijg je ja, last ja. van mijn benen. Sterker nog, op dat moment dat ik dat ging trainen, voelde ik dat ook. En jij zei net heel mooi: hè, van ja, studeer eigenlijk altijd alsof je nog zes weken de tijd hebt. Maar misschien is het juist ook goed ja, om een ja, keer ja, ja, ja. te spelen in je hoofd van. Tuurlijk, tuurlijk. Nu is het zover. Absoluut, absoluut, zonder meer. Hoe voelt het dan? En waar, hoe, waar ben ik dan gefocust? Zit ik dan in mijn hoofd, waar zit die toetsen? Of ga ik. Oh, je hoort mijn enthousiasme al. Ik ja, dat ja, is ja, helemaal geniaal. Ja, ja, ja. ja, toch voelt het altijd anders. Ja, ja de, kijk, dat, en dat kan bijvoorbeeld doordat je het gewoon opneemt, ja. uh, dat je speelt en dat je het opneemt. Ja. Of dat je een, een try-out hebt. Maar ja, een try-out is ook een concert. Dus eigenlijk heb je dan al de, de echte situatie natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Maar daarom ja. dus een try-out, denk ik ook wel een beetje. Hoe zeg je dat daarom? Nou ja, om ja, het niet heet er, dan wel try maar ja. het is ook een concert natuurlijk. Ja. Alleen het, het volgende is nog belangrijker. Ja. Ja, dus ja. dus ja. Dan, ja, dan ervaar je natuurlijk wel hoe dat voelt. En dat scheelt wel heel veel natuurlijk. Als je ja. dat een aantal keer gevoeld hebt. Ja. Voelt het op het moment zelf. Maar ja, daarmee is het ook nog steeds een concert. En om dat echt te voelen. Ja. Als het concert, als het, nog niet, als het publiek er nog niet is. Als de situatie er nog is. Dat is toch wel moeilijk vind ik. Ja, het is anders. Hè, ja, met het publiek. Ja, het, ja. Ja, ja. Ja. En zie jij ook. Als jij speelt met meerdere muzikanten, dat iedereen een andere voorbereiding heeft totdat ze het podium opgaan? Ja, zeer zeker. Zeer zeker. Zeer zeker, ja. En heb ja. je dan ook last van elkaar? Of kan je last van elkaar hebben? Je kunt je... last van elkaar hebben. Als iemand de hele tijd tegen je aan staat te praten en die maar aan de gang blijft, dat kan ik onprettig vinden, ja. Mm -hmm. Want ik vind het gewoon prettig om gewoon... Uh, maar. Er zijn ook mensen die juist het omgekeerde doen... en maar blijven praten tot ze op het podium gaan. Dat kan ook. Ja, ja, ja. ja dat is ja. iedereen anders. Ja. En communiceren dat met elkaar van tevoren? Nou, meestal niet. Nee, nee, eigenlijk nauwelijks. Kijk, maar de meeste, de meeste mensen die iets die hebben wel... Kijk, bijvoorbeeld afgelopen week had ik nog een concert met een ensemble... een, een sextet, een, 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 een klassiek stuk... Uh, dan moest ik nog aan denken hoe bereid bereidde iedereen zich voor. De meeste toch wel rust. rust. Gewoon, ja, niet allerlei actieve dingen en allerlei mm -hmm. actieve gesprekken, maar gewoon een beetje rustig aan. Ja. Dat is toch wel de meest gangbare voorbereiding, ja. denk ik. Ja, mooi. Ja. En Martin, ben ik heel erg nieuwsgierig naar, nou, want je hebt al heel veel toffe dingen gedaan. Staat er nog iets op jouw wensenlijstje? Dat is een goede vraag. Ja, altijd, ja. Altijd, ja. <laughs> altijd eigenlijk wel. Maar dat is nooit zo heel concreet. Nee? Dat is ook nooit geweest, moet ik zeggen. Nee? Um, nee, dat is nooit geweest. Ik heb altijd gehad. Er staat heel veel op mijn wenslijstje. En ik wil eigenlijk altijd meer of nog beter in, in niveau, zal ik zeggen. En ik heb continu eigenlijk ook altijd ambities. Maar het is eigenlijk altijd zo geweest dat het een is er en dan komt wel weer het ander. Nu ben ik toevallig heel onlangs ben ik uh, eigenlijk een beetje tot mijn verbazing ben ik benaderd als jurylid. Dus je hebt dus de concours, de Nederlandse concoursen. En landelijk zijn er ongeveer 30 uh, juryleden. Ben ik vorig jaar benaderd en ben ik nou dus benoemd onlangs als, als jurylid. Uh, ja, enerzijds heb ik, ja, wil ik dat wel? Uh, dus ik ga het gewoon eens doen en dan, dan kijken we wel. Maar ook dat is weer iets, ik denk, goh. Dat had ik nou nooit gedacht nee. dat ik dat zou gaan doen. Of nee. ook niet dat ik daarvoor gevraagd zou worden, ja. moet ik eerlijk zeggen. Ja. Um, ja, en zo zijn er allerlei dingen van... Ik werk wel eens met professionele orkesten. Kijk, de, 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 de orkesten die ik heb, de Deurne, Inheel, de Politie... zijn weliswaar heel goede amateurorkesten. Maar amateurorkesten, ja. maar wel echt de, de, de hele goede orkesten. Kijk, maar het werken met professionele orkesten... Uh, is natuurlijk toch weer een ander aspect... wat ik wel zo nu en dan doe. En soms denk ik, goh, misschien wil ik dat wel meer. Maar ja, ik heb ook mijn baan op het conservatorium... dus dat is iets, niet iets wat je... zo even erbij kunt doen. Nee. Um, maar dat zijn wel gedachten... dat ik denk, nou ja, wie weet. Wie weet wat ik nog eens ga doen. Of ja. in een project. Dus ja. ik heb altijd wel... wat dat betreft heel veel ambities... maar nooit heel concreet... en dan moet ik opnieuw denken aan die zes weken... Dat je uh, studeert alsof je over zes weken. Uh, uh, ik denk, als je gaat denken, dit wil ik. En ik heb het ook bij sommige mensen gezien die zeggen ik wil per se dit en dit soort dingen doen. Als je dat te hard wilt, maar vooral ook daarin te verkrampt gaat worden, yeah. dan gaat het jezelf tegenwerken, yeah. denk ik. En ik heb altijd iets gehad: oh ja, het ontwikkelt zich wel. Yeah. Yeah, so jij gaat Kijk, je de flow moet flow gewoon mee. je dingen die je doet, die moet je zo goed doen als je kunt. Echt optimaal, uh, dat is mijn stellige overtuiging. Ik bedoel, dat alles wat je doet, moet, gewoon, uh, dat moet je gewoon goed doen. En uh, je, hebt, je hebt natuurlijk ik heb ontzaggelijk veel contacten in, in de verschillende werelden waar je mensen kent. En het vreemde is, ja, die kom je altijd op een bepaalde manier weer tegen. Dus alle dingen die je gewoon goed gedaan hebt, die, 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 die blijven wel ergens. En dan loopt het vaak ja, zoals het loopt. Maar als je daar heel verkrampt in wordt, dat lijkt me gewoon. Ik denk dat dat het niet goed is. Maar opnieuw zeg ik, dat denk ik. Ja. Ja, ja, ja. En dat denkt iedereen anders ja. over. Nee, ik ben helemaal niet van die uh, mening. Deel ik met je van hè, dat je niet vanuit die verkramping... Uh, op pad moet gaan. Ja, je moet dan... wel dingen willen. Hè? Ja, ja, dat ja, wel. Ja, ja, ja. zo. Ik, ik denk ook altijd van. Ik zeg altijd van. Ga van het moeten naar het willen. Van hè. Ga vanuit die willen en zorg voor een, voor een heel andere flow en andere vibe. Ja, ja precies. En vandaag uit vanuit die vibe komen er toffe dingen op je pad. En ik zeg eh, altijd precies. plant zaadjes. Ja, ja, inderdaad. <laughs> precies. Exact zo is het. Ja. En, en dan komen die zaadjes. Kijk, weet je wat? Wat wij tenminste wat ik heel vaak mensen zie doen. Uh, ze wachten dat er morgen meteen iets is, maar Weet je, je moet eerst zaaien, dan moet je het genoeg water geven. Maar ja. nou, het is heel droog nu in Nederland, en dan kan je pas oogsten. Ja, ja, precies. Kijk, een goed voorbeeld vond ik, en dat is heel lang geleden. Ik had altijd één doel. Ik wilde Correpetitor aan het conservatorium worden. Hm. Dus dat is de baan die ik nu heb. Ja. En Jan Gruithuizen was toen mijn docent. Op een gegeven moment zei ik tegen Jan, ik ga stoppen, ik stop met dirigeren. Ik ga, uh, want ik wil... Uh, dus ik, had, ik ga daar alles op zetten. Toen zei hij, ja, dat zal ik niet doen, want je weet niet eens of je die baan krijgt. Nou, dat heb ik dus ook niet gedaan. Ja. En vervolgens heb ik die baan gekregen. Ja. Was ik met alles gestopt, had ik die baan misschien ook wel gekregen. Maar misschien ook wel niet. Ik bedoel ja. alleen te zeggen. En dan stort je wereld in. En, en ja, nee, je frustratie wordt dan alleen maar groter. Dus, ja. En nogmaals, het willen is heel belangrijk. Daar ben ja. ik het met je eens. Je moet gewoon wel echt dingen willen. Ja. Maar het moet zijn flow hebben, ja. inderdaad. Ja, focus op het proces, de weg ernaartoe. Ja. Um, en vooral, wat je ook heel mooi zegt, doe iets en doe het ook echt heel erg goed. Ja. Zodat je blijft hangen. Uh, en dan komen er altijd mensen alweer op je pad die denken: hey, daar hadden we Marty Maas ja. voor nodig. Ja, 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 ja. Kijk, en van de andere kant, och ja, en nou is dat op een gegeven moment niet zo. Ik ben goed, ja, goed. Ik zeg niet, het is wel goed zo, dat zal ik nooit zeggen. Maar van de ja. andere kant, nou ja, goed, ik ben zeer tevreden met de situatie zoals het is. Ja. Dus het is niet zo dat ik zeg, koste wat kost, ik moet nog dit en dat. Nee, nee, zou um, leuk zijn. Maar van de andere kant, ik, ik blijf daar wel altijd toch wel heel actief in. Ja. Je hunkert wel. <laughs> ja, 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 zeker, <laughs> zeker. Ja, maar dat is ook heel mooi. Dat is ook denk ik heel erg, heel erg belangrijk. Ja. Ik zat eigenlijk nog te denken, dat is misschien wel heel tof. Um, kan je een stukje spelen? Uh, dat kan. <laughs> wat moet het zijn? Ja, wat moet het zijn? Ja, dat weet ik niet. Maar uh, iets, uh, iets leuks en dan hou ik er een microfoon bij en kan de luisteraar zitten. De luisteraar is ah, ook door. Zin, dan moet ik mijn heb oh, nee, ik niet nodig? Weet uh, ja. je, je uit je hoofd. Weet je, waar de, weet je waar de toetsen zitten? Dan weet je het. Heel gaaf. <laughs> een spontaan miniconcert. <laughs> Weet je wat me opvalt, Martin? Als nee. jij uh, aan het spelen bent, dan beweeg je ook met je mond. Ja, dat klopt. Ja, daar heb ik ooit te veel gedaan, dus daar heb ik al een beetje afgeleerd, maar dat doe ik Ja, ja. ja, ja. En, maar dan ben je de noten aan het zeggen? Of nee, wat? nee, 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 in het geheel niet. Nee? Ik zou niet weten wat ik dan doe. Maar oh, ik ben zeker niet de noten, want daar heb ik geen tijd voor. Nee? Dat zijn er te veel meestal. Zijn dat te veel? <laughs> ja, ja. <lacht> oh, maar dat, ik denk, of is dat dan de maat of iets dergelijks? Um, Nee, hoog ho ho uit de muzikale lijn. Maar het ja. Ja. is gewoon de, de flow waar je dan in ja, zit, dat ja. je dan... Uh, wat gaaf. Ja. <laughs> ik, vind het echt heel, ik vind het zo mooi om te zien. Um, dat vind ik eigenlijk... Maakt niet uit wat iemand doet, maar je ziet gewoon de passiestraat ervan af als je dat doet. En dat vind ik heel tof. Uh, ja, ja, gewoon sowieso als iemand iets doet met passie, dat zie je. Ja, bij dat vak is dat ook wel heel belangrijk, denk ik. Bij elk vak: sport, ja. muziek. Is dat wel het uitgangspunt wat inderdaad heel belangrijk is? Hè? Ja, ja. Maar gaaf, Martin, dat jij gewoon zo je passie hebt gevonden. Dat je gewoon uiteindelijk, als klein kind, piano spelen heel erg tof vond. Dat je gewoon die mogelijkheid hebt gehad en dat je daar nu gewoon je beroep van hebt gemaakt. Absoluut, ja, zonder meer. En dat je nog steeds toffe dingen daarmee doet. Ja, ja, ja. ja. Zijn er nog andere dingen waar je, hè, want uiteindelijk het is het heel belangrijk dat je vol energie dit blijft doen. Wat zijn nou manieren voor jou. Hoe je je batterij oplaadt... zodat je iedere keer weer vol energie achter je piano kruipt. Dat weet ik niet. Of gaat dat automatisch? Ja, dat gaat eigenlijk automatisch. Van ook wel doordat je soms gewoon niet speelt en niet met. Kijk, in de vakantie, in de, in de zomervakantie, ja, dat doe ik ook gewoon bijna niks, zonder als iets te noemen. Mm -hmm. En ook dat is heel goed, denk ik. Ja. Om, om, om ook periodes te hebben dat ja, je even wat minder speelt. Of even... Maar je bent wel altijd met muziek bezig, dat ja. is best wel. Ja. En die batterij, ja, soms is dat wel lastig. Als het zo'n lange periode is dat het maar doorgaat. Maar ik ben me daar eigenlijk niet van bewust. Van. Meestal komt dat automatisch wel weer als het erop aan begint te komen. Ja. ja. En op aan begint te komen. En dat is meteen de keerzijde. Want je zegt, dat zeggen mensen altijd, Goh, dat je van je hobby je beroep kunt maken. Is ook super mooi, laat ik dat even vooropstellen. Maar ja, de keerzijde is natuurlijk wel van zowel als pianist als dirigent. Het moet er altijd. Het wordt van je verwacht dat het er altijd is, en dat ja. is ook de stress, de spanning. Ik zeg wel, ik studeer alsof ik over zes weken, maar de stress en spanning is wel een onderdeel wat er altijd, ja. de ene keer meer en de andere ja. keer minder, maar altijd aanwezig is. Natuurlijk. Ja, snap ik. Ja. Ja. ja, want die valkuil heb ik, of ik heb hetzelfde meegemaakt en eigenlijk twee keer. We eerst als topsporter, en nu in mijn bedrijf ook, dat ik van mijn passie mijn beroep heb gemaakt. Um, en wat ik heb ervaren, daar ben ik dan wel nieuwsgierig en daarom ook mijn vraag die ik net aan jou stelde. Kijk, op een gegeven moment was ik geblesseerd in mijn sport, maar toen heb ik echt her moeten, ja, echt ja, moeten ja, ja. ontdekken: wie ja, ja. ben ik en absoluut. wie zal er nog buiten het sporten en wat zijn mijn andere hobby's om mijn batterij op te laden? Absoluut. Ik bedoel, ik zeg nu absoluut omdat ik het me bijna niet voor kan stellen. Ja, nee, ja, ja, ja. nee, nee Als je maar niet zo simpel ja. is het. Het is ja. zo. En. Ook dat schiet me nu weer meteen te binnen. Ik ben ook uh, op het conservatorium, ik ben pianist, maar ik ben voorzitter van de examencommissie. Yeah. Tegenwoordig doe ik hoe langer hoe meer dingen in de internationalisering. Dus ik ben pas naar Japan geweest, uh, 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 Spanje. Um, oh, en ik heb het dan op een gegeven moment met uh, de directeur, Raf, en heb ik daar allerlei gesprekken. En Martijn, de studieleider van het conservatorium. En toen zei Martijn op een gegeven moment, die zegt, ja, het probleem... Is als je met docenten spreekt, of je, of je verandert iets of je zegt iets. Een opmerking die je maakt, die vatten mensen nooit op als een, profess ja, een, een, een opmerking die over het vak gaat. Maar die identiteit van iedereen is zo enorm verbonden met, met die muziek. En dat geldt voor mij ook en dat geldt voor jou ook. En dat is natuurlijk bij uh, sporters, bij muzici, is dat echt een punt. Dat je identiteit van jongs af aan al zo enorm verbonden is met dat wat je doet, ja. dat dat een heel groot probleem is als dat wegvalt. En ja. ik zei net al, ik kan me absoluut voorstellen, maar eigenlijk kan ik me ook niet nee. voorstellen, omdat je je leven lang... Ja. ja. En je leert dat natuurlijk wel een beetje loskoppelen. Ja. Wat je, maar het, dat is wel iets. Ja, alles wat je presteert, alles wat je doet, alle lof die je daarvoor ja. krijgt. Heeft altijd te maken met dat vak, ja. met in dit geval de muziek. Hè? Ja. En wat je daarin zelf bent en wat je muziek is, dat is. Ja, ja dat, is, dat kan ja. heel lastig zijn. Daar ben ik me absoluut van bewust. Ja. ja, want daar heb ik wel mee geworsteld van: wie is Sanne? Absoluut. buiten het sport? Omdat ik tijdens mijn blessure wel door had: uh, ik mag iets anders gaan onderzoeken, want anders kom ik er niet. Ja. En dat is wel, uh, ja. Ja. vandaag ook die nee, vraag. Ja. En toen schoot me dit voorbeeld ja. ook binnen. Ja. Omdat dat gewoon een... een ja. Ik kan me dat heel erg goed voorstellen. Ja. En in de sport spreken we heel vaak over het zwarte gat. Um, ik kan niet zeggen dat ik hem zelf heb ervaren, maar wel. Want dat is, dat is denk ik misschien ook wel een stukje... Ben ik nu hoe goed bij jullie zit. Kijk, ik had een trainingsschema. Dus iemand anders zei tegen mij... Oh, ja, ja, dit, ja. train dit vandaag, ah, doe dat vandaag, ja, doe dat ja, vandaag. Ja. En op een gegeven moment, als je dan klaar bent met je topsport is dat trainingsschema weg. En denk: ik, "Oh ja, yes, ik heb geen trainingsschema meer." Alleen dat trainingsschema, wat dat trainingsschema doet, dat bepaalde wat ik trainde. Dit bepaalde wat ik at, bepaalde of ik in het buitenland was of thuis was, bepaalde mijn sociale schema, bepaal en ik heb heel erg moeten wennen aan dat schema. Maar hoe zit het de muziekwereld? Bepaalt ja. iedereen zijn eigen trainingsschema? Ja, zeker. Ja, ja. Ja, ik, ik, ik moest eraan denken toen jij nou toen je dit zei. Ik denk: "Oh ja, inderdaad." Dat gebeurt niet eigenlijk. Nee. En dat bedoelde ik eigenlijk straks al te zeggen. Ook dit soort begeleiding is er bij muzici gewoon nee. eigenlijk niet. Nee. Ook bij de, ja, de topmuzici in de, in, de, in de. Ja, Nee, dat is er eigenlijk niet. Dus het kan wel. Dat best... doet men gewoon zelf, ja. zal ik maar zeggen. Vind ik wel bijzonder eigenlijk. Want het kan dus zijn dat iemand een goede muzikant is, maar die weet eigenlijk misschien niet eens waar hij kan beginnen of mag beginnen of wat hij te ja. oefenen heeft om iets beter te horen. Ja, kijk, natuurlijk is dit wel een onderdeel van de studie. Hè? Ja, ja. Dus de manier waarop je studeert, uh, hoe studeer je, hoe studeer je zo effectief mogelijk, al dat soort dingen. Dat wel, ja. Is, ja, ja, maar eigenlijk alleen tijdens de studie. Ja. En dan houdt dat op. Ja, ja, dus ja. Um, tijdens de uitvoering van het vak, ja, bestaat dat eigenlijk. Niet of nauwelijks. Zover ik weet, misschien ja. zei ik nou iets geks, maar ja. ik, ik kan me zo niet. Ja. Uh, ja, dus alleen tijdens de studie, ja. in de na-studie, nascholing natuurlijk. Ja. Maar niet tijdens het echt... Uh, dat, doet men. Ja, dat doet men zelf. Ja, Mooi. Ja. Wel leuk om te horen. Want aan de ene kant zijn er heel veel gelijkenissen, maar aan de andere kant zijn er ook dingen weer natuurlijk anders met de sport. Ja, uh, maar, ja, maar ik, ben er, ik ben wel van mening dat, dat het in de muziek meer zou moeten zijn. Ja. Dus wat ik straks al zei, ja. in de sport is dat gewoon iets wat ontstaan is. Ik bedoel, dat spelen ook uh, in de topsport. Als je kijkt naar de bedragen die daar omgaan, mm. dan is dit gewoon een onderdeel ja. geworden. Maar, maar bij de muziek is dat ja veel minder vanzelfsprekend. Ja. En zou ja. het eigenlijk uh, goed zijn als dat uh, uh, meer. meer was? Ja, ja dus ik geloof er echt in. En ik denk in de sport zie ik dat het gelukkig beter wordt. Ja. Uh, eigenlijk gewoon in ons heel ons leven is af en toe wel goed om die reflectie voor je te, te hebben van oké okay, hoe gaat het met je? hoe kan je zelf verbeteren? waar loop je nu tegenaan? ik denk dat dat voor iedereen heel goed is uh, maar ook in de sport heb ik het idee dat er nog veel meer aangetimmerd mag worden en mensen het onderschatten dat je met jezelf hè, die stemmetjes in je hoofd we het straks over ja, hadden ja, ja. van oeh was het die toetsen ja. nou die stemmetjes hebben vele malen meer per dag en op bepaalde momenten het is het heel erg belangrijk om naar die stemmetjes af en toe te kijken uh, je bedoelt naar te kijken en, ja. en te kijken waar de die nou vandaan? Ja, waarcom, uh, ja, 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 en Waar ik nog altijd meer in geloof, kijk op zich. Voor mij is het altijd minder interessant waar komen ze vandaan. Ik kijk altijd vooruit. Van joh, weet je, uh, ze helpen als ze je niet helpen. wat kan je beter doen? Leuk dat ze er zijn, maar waar nee. kan je? Hoe kan je die focus verleggen? Ja, en dat is wat ik straks inderdaad ja. zei. In de muziek verleg je die focus dan op die naar rij. de muziek. Ja. Nou, kijk, en dat is de manier om gewoon uh, het, uh, het andere niet te hebben. Ja, cool. Kijk, en nogmaals, gelukkig heb ik daar zelf. Uh, weinig last van, yeah. maar natuurlijk herken je het, en ook bij studenten yeah. is dit gewoon echt een item yeah. uh, ja, waar je ze ook in kunt begeleiden. Yeah. Mooi. Ja, mooi. Ja, mooie dingetjes. En als je nu één ding mee mag geven aan de luisteraars waar je zegt van, joh, weet je, het is zo waardevol om te doen om misschien lekker, hè, lekker in je flow te komen, want ik, ik hoor jou heel veel zeggen om over die flow te praten. Als ja. je één ding mee mag geven, wat zou je meegeven? Ja, dat is moeilijk om dat in algemene zin te zeggen. Dat betreft dan vooral in muzikaal opzicht. Dat is dan... Uh, iemand hoorde ik dat op een gegeven moment ook zeggen. Van, op het moment dat, dat je last hebt van heel veel stress, spanningen of, of druk voelen. Toen zei iemand op een gegeven moment... Goh, is het is ook goed om, om, om eraan te denken. Waarom ben je dit ooit gaan doen? Je bent ja. dit gaan doen omdat je het leuk vond. En eigenlijk vind je het nog steeds leuk... Nee. Dus dat wordt dan dus kennelijk overschaduwd door andere dingen, maar eigenlijk, ja. je vindt het nog steeds leuk. Ja. Ik denk dat dat is misschien een aspect wat je, ja, wat je niet uit het oog moet ja. verliezen. Martin, jij zegt: Dit is misschien alleen voor de muziek, maar dit is met alles wat we allemaal doen. Ja, ja, en ja, ja. ik denk dat dit voor de luisteraar echt zeer waardevolle, een mooie tip is. Van, joh, weet je, als je ergens vastloopt of iets aan het doen bent, stress ervaart of spanning, van waarom ben je het ooit gaan doen? Ja. En meestal is de baas dat je het leuk vindt, hè, maar ook. Als je op je werk vastloopt, kan ook, hè? Weet je, hey, je was als goed end, vaak ja. ja, ja, Weet je vaker nog. Laten we naar het begin gaan. Je bent ooit die baan gaan doen omdat je dacht... Hey, dit is een vette kans, Het is gaaf, leuk ja. project, whatever. Weet je, ga eens terug naar die basis. Ja, van, ja. ja en dat is wel heel hele mooie... Ja mooie laatste tip waar we dit mee gaan afsluiten. Want ik vind het echt super waardevol. En gave dingen heb je gedeeld. Nou, dat hoop ik. Ja, echt heel mooi. <laughs> en ook een hele mooie uh, laatste, laatste aanvulling. Dus dank je wel, Martin, voor je tijd hier. En dat, je, dat ik jou mocht interviewen voor deze podcastshow. Nou, heel mijn genoegen. Hartelijk dank en graag gedaan. Dank je wel. Thanks. <laughs> dank je wel voor het luisteren naar deze podcastinterview. Echt super gaaf en ik ben echt enorm dankbaar dat je tot het einde hebt geluisterd. Ik zou jou één ding willen vragen: op het moment dat je nu luistert, maak even een screenshot van je telefoon en deel het op social media. Want het zou zo tof zijn dat nog meer mensen deze podcast ontdekken. Ik vind het al waanzinnig hoeveel leuke reacties ik krijg. Maar ik geloof dat ik met deze podcast een nog groter impact zou kunnen maken. En ik zou het, ja, jouw hulp hier heel erg bij kunnen gebruiken. Dus doe dat gewoon eventjes voor mij. Thanks ze alvast. En als dank daarvoor en sowieso. Ga eventjes naar mijn website. En daar heb ik een heel tof... E-book klaarstaan, een werkboek die je gratis kan downloaden, zodat jij vol energie jouw doelen gaat realiseren. En ik geloof erin, jij bent tot nog meer in staat dan dat je zelf misschien nu al denkt. En ik help je er graag bij om hiermee in actie te komen, zodat je echt in beweging komt, je mindfuck stekkelt en dat je overzicht krijgt hoe je dat vol energie kan doen. Op mijn website kan je deze makkelijk vinden. Maak die screenshot van deze podcast, deel deze even, tag me even Pasen en Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. Doei doei.